20 oktober 1853 tot 20 oktober 2021. Het is vandaag precies 168 jaar geleden dat de eerste Chinezen voet aan wal zetten in Suriname. In dat kader zijn er vanmorgen kransen gelegd bij het Vriendschapspark aan de Jagannath Lachmanstraat. Vrijwel alle sprekers hebben de aankomst van de eerste 18 Chinezen in Suriname belicht. Volgens He Xingzhong, voorzitter van de Suriname Chinese United Association, de SCUA, hebben de Chinese voorouders vanaf toen hun sporen verdiend in de samenleving. De ambassadeur van China in Suriname, Han Jing, zei dat de ontwikkeling van China ervoor heeft gezorgd dat er veel ontplooiingskansen zijn ontstaan voor de Surinaamse gemeenschap. Van kleine winkeliers tot fabrikanten, tot import-exportbedrijven, zowel ook de medische wereld, de advocatuur, hebben wij allemaal voetsporen van de Chinese nazaten gezien. Er zijn heel veel uitdagingen, sowieso tot het jaar 2030, dat wij allemaal zich moeten bundelen in zowel het sociaal als economisch deel, maar ook het groen milieu is ook ter sprake gekomen. President Chandrika Prasad Santokhi gaf aan dat Chinezen al vanaf het begin Omo werden genoemd. Deze benaming is niet verkeerd bedoeld, maar is juist een teken van respect. Het staatshoofd zei verder dat de eerste 18 Chinezen kinderen hebben verwekt met de tot slaaf gemaakten, waardoor er veel Kreolen zijn met een Chinese achternaam. De namers geven een groep of een persoon slechts de naam Om, Omo, als men voor die persoon veel en diepere respect heeft. Ja, net zoals gezegd begonnen, op de hoek van de straat, als Omo Sneezy, een winkel, gegroeid nu in 2021 naar alle sectoren van de Surinaamse maatschappij, naar alle sectoren van ontwikkeling in het bedrijfsleven, bij de overheid, in de politiek. Kortom, ze zijn geïntegreerd in alle sectoren van de samenleving. Maar ze hebben ook een bijzondere bijdrage geleverd. En ik vraag alle personen die daarin geïnteresseerd zijn, om dat te gaan onderzoeken en misschien daaraan ook een wetenschappelijk onderzoek aan te verbinden. De diplomatieke betrekkingen tussen Suriname en China bestaan al 45 jaar. En het begon allemaal met de aankomst van de eerste 18 Chinezen in 1853. Japan heeft een vis- en vleeshal gedoneerd aan Suriname. De hal staat op het terrein van de stichting Kisunsing Landbouwmarkt de Kwata. Hanawa Nobuaki van de Japanse ambassade zegt dat ze meer projecten willen uitvoeren in Suriname. As you can see, this building could be a symbol of like a good relationship of our two nations. And I think that as a president, also the minister has participated in this project. I see that the interest of Suriname, and we are so glad that we are seeing the completion of this building. President Chandrika Prasad Santokhi heeft de hal officieel geopend. Het staatshoofd is van mening dat met de komst van de vis- en vleeshal de voedselveiligheid en voedselzekerheid bevorderd worden. In samenwerking met onze vrienden, nationaal hebben we de wet al goedgekeurd, NIFS-wet. Nationaal zijn we bezig op het ministerie capaciteit te versterken, dat al onze producten die bestemd zijn voor export ook goedgekeurd kunnen worden. Het certificeringsproces dat onze bedrijven ook die certificaten halen om te voldoen aan de internationale standaarden en procedures, zodat de bedrijven kunnen exporteren en onze producten toegankelijker worden op de wereldmarkt. Dat is de richting die we opgaan. Minister, we hebben net geopend in Saramaka ons trainingscentrum. Dat jongeren getraind kunnen worden om in die agrarische sector te gaan. Om professioneel landbouw te kunnen beoefenen. Samenwerkingsafspraken die nu uitgewerkt worden op basis van public-private samenwerking. Om ook de veeteeltproductie hier ter hand te nemen. En dat is de richting die we opgaan.
Vijay Jarbandhan, voorzitter van de stichting Kisoen Singh Landbouwmarkt, geeft aan dat deze hal de eerste gekoelde vis- en vleeshal van de regio is. De dagtarieven voor de venters zijn wel met 20% gestegen, aangezien de hal extra energie verbruikt, zegt hij. Maar aan de andere kant hoeven de vis- en vleesverkopers geen ijs meer te kopen voor hun producten, merkt hij op.